Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag is weer een 5 minuten tutorial, dus ik laat je zien hoe je makkelijk iets kan maken in 5 minuten. En deze keer is dat een rammelaar. Mijne ziet er nu zo uit. Het was mijn doel om een lama te maken. En ik ben me er heel erg bewust van dat het meer op een soort schaap lijkt. Maar goed, ik laat je in de video zien wat zeg maar het basispatroon is en je kunt zelf het een en ander aanpassen. Een ander soort dier maken, dat staat je natuurlijk helemaal vrij. Het is op zich heel eenvoudig te maken. Dus ook als je een beginner bent, je leert pas net omgaan met de naaimachine, dan is dit heel goed te doen. Je hebt niet heel veel nodig, maar wel belangrijk, belletjes heb ik hier. Ik heb ze even in een zakje gedaan. In principe zou je ze ook in zeg maar, zo'n plastic ding dat je in een kinderverrassingsei vindt, daar zou je ze ook in kunnen doen. Maar het nadeel daarvan is dat het wat meer gaat klinken alsof het tegen plastic aanrammelt wanneer de rammelaar gebruikt wordt. Dus daarom heb ik ze gewoon in een plastic zakje zitten. En dat gaat met zakje al in de rammelaar. En het zit dus in dat zakje omdat ik niet wil dat de losse dingetjes ingeslikt worden mocht het kapot gaan. Je hebt vulling nodig, naalden, schaar en verschillende soorten stof. Dit is de basis. Gewoon een herkenbare vorm. Een stereotypische rammelaar. Ik heb twee verschillende soorten stof. Een zachte roze aan de voorkant en hier de achterkant heeft lama's. En vanwege die lama's dacht ik, dan ga ik een kopje op de voorkant maken van een lama. Dus daarvoor had ik deze stof. Ik heb dit al op de juiste manier voorbereid. Dit is het gezichtje. Ik heb oogjes en een mond, verschillende stukjes zo op elkaar geplakt. En dit komt zo hier zo op, oortjes eraan en dan hebben we een lama. Je hoeft natuurlijk niet per se een lama te maken, je hoeft niet deze vorm aan te houden, maar zoals gezegd is dit gewoon een basistutorial. Vanaf deze basis kun je zelf van alles en nog wat doen. Belangrijk is wel om behoorlijk stevige stoffen te gebruiken. Dus niet iets elastisch, niet iets duns, want dan wordt het een beetje doorzichtig. Maar echt wel wat stevigs. Je kan eventueel ook stoffen verstevigen met vlieseline. Ik heb gewoon voor stevige stoffen die niet verstevigd hoeven te worden gelijk gekozen. Zodat ik in één keer verder kan. Voordat je gaat beginnen en denkt van ja, dit is zo wel goed. Dan is het belangrijk dat je de buitenkant eigenlijk direct al versiert met dus bijvoorbeeld het kopje dat ik heb liggen. Anders dan werkt het niet door de manier waarop het vervormt of het is gewoon moeilijk te doen wanneer alles al klaar is. Dus we gaan deze keer alle delen alvast bevestigen voordat we de basisvorm aan elkaar vastmaken. Ik denk wel dat ik de roze kant als voorkant gebruik, want anders zie je die ene lama op de achterkant weer niet meer en dan is het weer zo van ja, waarom moest het een lama zijn? Dus ik doe het hier op de voorkant. Eventueel kun je het vastlijmen of gewoon met de naaimachine even vastzetten. Ik naai in ieder geval hier aan de onderkant zo op deze manier het gezicht vast met een naad. Dus hier zo vrij dicht op de rand. En als het dan omgeslagen wordt, zit hij zo hier zo. Dus dit is de eerste naad die ik überhaupt maak. En in de volgende stap ga ik gelijk de oortjes maken. Die moeten in vorm gemaakt worden. En deze worden dan zo met de mooie kant naar binnen eventjes in vorm genaaid. Dan gekeerd als het aan elkaar vastgenaaid is en dan bevestigen aan de rammelaar.
Eventueel zou je ook gewoon gelijk lijm kunnen gebruiken. Maar eigenlijk raad ik af om te veel lijm te gebruiken. Want nou ja, je maakt iets voor een babytje. Het is een rammelaar. En baby's stoppen heel veel heel snel in hun mond. Dus we willen eigenlijk lijm liever een beetje vermijden als het echt niet anders kan. Zo, dit zit vast. Die komt daar zo. Hier hebben we dan oortjes. Die heb ik alvast gekeerd. Die komen hier zo op die manier aan. Dus ik leg ze op deze manier naar binnen. En dan moeten ze echt exact zo aan de rand komen. En dan komt de andere kant van de rammelaar erop. Dus die ook weer met de mooie kant naar binnen. De kant die we zien is niet zo mooi. Wil je nog eventueel een staartje maken aan de andere kant, dan moet je dat er ook eerst nog opzetten voordat je het aan elkaar vastmaakt. Ik kies niet voor een staartje. Ik hou het alleen bij het kopje. Dus ik ga nu zo meteen dit stuk stof erop leggen. Zo, dit is de achterkant. En die leg ik met de mooie kant naar binnen. Even controleren dat alles goed op elkaar ligt. En het beste kun je het even vastzetten met naalden. De oortjes moeten er zo een beetje nog uitsteken, zodat je zeker weet dat die meegenomen worden door de naaimachine. En dan wordt deze rand zo rondom gevolgd. En hier aan de onderkant hou ik het open om de boel om te keren straks. Je kunt dat net zo goed hier doen, dat maakt niet heel veel uit. Zo, klaar met de naaimachine voor nu. Hier zie je alle naden. Ik heb er al een klein beetje bijgewerkt waar het erg uitstak. En hier is dus de opening om te keren. Ik probeer het zo voorzichtig mogelijk te doen. Ik hoop dat hij niet uitscheurt. Eventueel moet ik nog een stukje verder weer openen, want dat kopje is best wel groot. Na het keren ziet het er op dit moment zo uit. Dit is de achterkant. Ik heb hier het kopje eventjes moeten openen, anders lukte het gewoon niet om het goed te keren. De onderkant was gewoon te klein. Dus ik heb nu twee openingen die straks nog eventjes met de hand dichtgemaakt moeten worden. Hij ziet er op zich al schattig uit, maar hij is natuurlijk nog niet klaar. De belletjes moeten er nog in komen. Ik zou ze er niet los in doen, heb ik eerder al even gezegd. Als die dan open gaat, heb je gelijk verstikkingsgevaar voor het babytje dat ermee speelt. Dus zorg er wel voor dat ze op zijn minst allemaal aan elkaar bevestigd zijn of in hetzelfde verpakkingje zitten. Want we willen niet dat er iets misgaat als zo'n rammelaar kapot gaat. Dus ik prop deze zo erin. Eventjes te veel aan lucht eruit duwen. En dat werkt zo wel aardig. Ik moet wel bij zeggen, soms klinkt die net niet helemaal goed. Bijvoorbeeld zoals ik eerder heb gezegd, als die in een hard plastic dingetje zit, de belletjes, dan klinkt het net wat minder mooi en zo. Maar als je tevreden bent over hoe het klinkt, dan kun je hem gaan vullen. Dit moet eventjes met de hand gesloten worden. En het handvat moet gevuld. Dat heb ik ondertussen gedaan. Ook het kopje heb ik verder aangevuld. Met de hand wordt dit gesloten. En hieronder moet het echt goed vol zitten. Anders wordt het te slap en als je er dan mee rammelt, dan flopt alles gewoon heen en weer en werkt het niet zoals een echte rammelaar.
Het handvat hoeft ook niet al te lang te zijn, want ja, het is voor een babytje, peutertje hooguit, die hebben niet zulke grote handen. En hier aan de onderkant heb ik de stukken stof die ik over had gewoon afgeknipt en naar binnen gevouwd. Daar had ik eventjes een speld zitten. En hier kan ik zowel met de hand als met de naaimachine even afsluiten. Allebei de openingen zijn nu gesloten. Hier zo heb ik dat met de hand gedaan, aan de bovenkant trouwens ook. Dus alles zit nu stevig vast. En ik heb ook de ogen en het mondje nog eventjes met de hand verder vastgezet met garen. Want nou ja, dan weet ik zeker dat ook dat vast blijft zitten en er niet afvalt. En ook in dat geval geen verstikkingsgevaar. Nou ja, zoals gezegd, het is niet helemaal een lama geworden. Ik heb door dat het meer een schaap is. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar goed, hij is wel lekker zacht. En volgende keer kan het alleen maar beter gaan, nu ik weet dat dit eerder een schaap wordt dan een lama. En in principe is dit alles wat er te doen is, goed te doen voor beginners dus, en leuk om te maken als een kraamcadeautje of zo, gewoon iets kleins. Ik vind het altijd leuk om zelf iets te maken dan om iets te kopen. Ik vind dat dat toch laat zien dat je net wat meer betrokken bent. Maar dat is een persoonlijke mening. En ja, ik vind het gewoon leuk om zelf te maken omdat het vrij snel gedaan is. En ik hoop dat jullie het in ieder geval deels met me eens zijn. Dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Als het zo is, geef me een duim omhoog of laat een reactie achter. En ja, ik hoop ook dat je je abonneert op dit kanaal. Als je dat doet, klik dan gelijk eventjes op dat klokje naast de abonneerbutton. Dan krijg je een melding iedere keer als wij een nieuwe video uploaden. Ik hoop dat je dat doet. Dan zie ik je in de volgende video hopelijk weer. Daar kijk ik erg naar uit. Dus hopelijk tot dan en dag!